ik zeg je. Dus als je dit doet, meestal aan het einde, dan moet je maak je knuipje. Bij dit schiet hij los. Heeft er ooit iemand heeft bedacht als ik dit doe op de huid en dit doe, driehoekje en ik draai hem er dan tussendoor. Joop, en dit en dit. Je kan ook naar de rechter doen. Ik ben links, dus ik pak hem altijd zo. Ja, maar wel altijd door dezelfde kant. En dan blijft hij. Blijft hij hangen. Dus het zijn de slagen van drie. Maar dan gaat hoe strak je. Ja, deze kan je wel strakker doen. Want op een bepaald moment zit je met het laatste stukje zit een beetje te friemen. Als je wat zwak. Nou. Dus je kan beter, het begint te strak. Ja, dan ga je deze doen. Zonder paarden. Ja, die hebben een beetje kaal. Nee. Die twee manen en staven. Weer er even heen. Leg ze in. En dan? En die heeft alle houden. Ja? Ja? Dat paard staat ook steeds op. Ja? Die vlecht al een stuk. Ja. En dan vlecht ze dat wachtstouw in de mee. Ga je mee? Verwerkt ze dat in de originele staaf. En dan heb je het beest in de voor de staaf, zo'n show. Nou, dat maakt niet uit. Op een bepaald moment zie je ineens heel wonderbaar dat hij weer uit de knoop komt. Eigenlijk mag hij vaak heel erg oversturen als een paard overblijft. En dan hebben ze vaak die staart over. Maar dan willen ze best wel zien. Ja, ze hebben een mooie zicht. Ja, een mooie plek van de eigenaar van het paard. Dat is dan nog makkelijker. Ja, maar dat wordt te strak. Nog strak? Maar dus dan moet je hem nou weer een beetje losser maken. En dan zit je er weer. Ja, nou zie ik hem vreselijk afgevallen. Succes. Hartstikke fijn, hartstikke bedankt trouwens. Ja, leuk. Je hebt het gewoon heel goed gedaan. Kijk, Lien kwam er net naar me toe en die zei, ik kwam met een vriendin van oma waar oma altijd mee zwemt. En ik had zoiets van, weet iets van Monika of zo? Dat had ze dus even.